Al jarenlang is de grapjurk een begrip in Boksel. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Als mensen een feestje hebben en kleding willen huren, omdat ze denken, nou, voor één keertje gaan we het niet kopen, dan kunnen ze dus bij mij terecht. En het is, ik zeg vaak, om nou te zeggen, ik heb alles, dat is wel heel veel. Maar ik heb wel veel. Heel veel? Ja, heel veel. En hoe ben je ooit begonnen? Het is eigenlijk een beetje als hobby begonnen. Omdat ik verkleden al heel leuk vind. En op een gegeven moment ben ik gaan werken bij Feesterijen Tunneke. En daar ging ik ook de kleding bijhouden. Van wat er kapot was of wat er bij moest komen. En daar had ik in die tijd veel contact met de ontwerpster, de coupeuse van de Tunneke. En in sommige gevallen zei zij, nou Miek, daar kunnen we beter naar tweedehands winkels. Daar is dat beter aan te schaffen als dat ik dat ga maken. En dan kwamen we dus in gigantische hallen. En daar waren altijd dingen dat ik dacht, oh, dat wil ik zelf. Of, oh, dat is leuk als ik die rol heb. En op een gegeven moment hing mijn zolder zo vol, dat er ook iemand zei, dit slaat helemaal nergens op. 15 jaar geleden ben ik begonnen met de grapjurk. Heel klein, in het souterrain van de Rots in Boksel-Oost. En op een gegeven moment was er sprake dat dat misschien wel weg zou gaan of dicht zou gaan. Toen ben ik gaan kijken naar een andere ruimte. Toen ben ik op de Industrieweg, dus hier om de hoek, terechtgekomen. En dat was op zich een prima ruimte, maar werd op een gegeven moment ook wel wat klein. En ja, toen kwam eigenlijk ook het moment dat Leo, mijn partner, zocht ook oefenruimte. En toen werden we getipt over dit pand. En nou, toen zijn we hier naartoe gegaan. Mieke, ik heb begrepen, ze komen van heinde en verre hier naartoe. Ja, dat klopt, inderdaad. Daar ben ik nu mee bezig. Dit is voor Leerdam. Dat is Timmerdorp Leerdam. En die hebben op de laatste avond een vossenjacht. Ieder jaar is dat een ander thema. Dus in januari krijg ik het thema door. En dan zeggen ze, ga maar vast bedenken wat je daarvoor hebt. Dit jaar is het de wereld rond. Dus je ziet een heel aantal landen hangen. Ik denk dat dit ook het 12e jaar is dat ze bij mij komen. En ze komen inderdaad overal vandaan. En er komen, dat is ook de reden misschien, er zijn ook steeds minder verhuurbedrijven. Dus dan, dan sta je al snel bovenaan het lijstje, zeg maar. Ja, Mieke, waar haal je nou die spulletjes vandaan? Ik zie hier een hele mooie dame staan met een heel mooie jurk aan. Ja, nou, ik zal eerst even vertellen, dit is Suzanne. Aha. En Suzanne heb ik denk zo'n 15 jaar geleden via Marktplaats gekocht bij een mevrouw in Sint-Michielsgestel. En daar kwam ik aan en ze zei, oh, je komt Suzanne ophalen. En zij gaf tekenles en ze had Suzanne altijd gebruikt om mensen het lijf te laten tekenen, zeg maar. En daar was ze mee gestopt, dus Suzanne ging weg. Nou ja, en sindsdien staat Suzanne bij mij. Dus toen dacht ik, nou ja, als dit Suzanne is, dan wordt dat Sandra. En daarnaast staat Sonja. Maar waar hoorde ik nu, hè? Je moet hier weg. Ja, we moeten hier weg. Het pand wordt verkocht, of ik denk dat het al verkocht is. En tijdens de oplevering, zeg maar, moet het leegstaan. Dus ja, wij moeten eruit. Waar ga je naartoe? Dat weet ik nog niet. Oh? Nee. Nee, we hebben iedereen die we kennen, hebben we al gebeld of geappt of net wat. En via aan iedereen gevraagd, goh, weten jullie misschien een passende, betaalbare ruimte voor ons? En ik moet zeggen dat de mensen echt enorm mee aan het zoeken zijn. Maar tot op heden hebben we nog niks gevonden. Want hoeveel vierkante meter hebben we het over dat je zoekt? Ja, dat zit zo rond 115 vierkante meter. Zo'n mooi wingertje moet er blijven. Ja, nou, dat vind ik nou eigenlijk ook.